Een record aantal toeschouwers bij een vrouwenwedstrijd op deze zonnige zaterdagmiddag in Rotterdam in de Kuip. De Feyenoordvrouwen tegen de Ajaxvrouwen, bijna 15.000 toeschouwers. Zien dan de dames uit Amsterdam de voorsprong pakken. Natuurlijk is het Leuchter. Zij toch wel de vrouw van het seizoen met een knappe uithaal. Ajax op 1-0. Het gaat dan snel. Dit is Tromp. Alle ruimte even naar binnen uithalen. En voordat ze het weten in Rotterdam staan ze daar al tegen een 2-0 achterstand aan te kijken. Ajax moet dus winnen en dan hopen dat concurrent Twente, dat de leiding heeft in de competitie, verliest of gelijk speelt tegen PSV. Ajax doet wat het moet doen. Hier een goede bal van de achteruit, afgemaakt door Grant. Geen veldje aan de lucht dus voor de Ajax-vrouwen, totdat hier Doorn in de fout gaat en Hendricks van Feyenoord de mogelijkheid biedt om op 1-3 te komen. Zeldzaam slippertje daar achterin bij de ploeg van Schenkel. Afgestraft dus door de vrouw met nummer 14, Hendricks. Vrijwel alles gebeurt in de eerste helft. Voor het eerst dus een wedstrijd bij de vrouwen in de Kuip. En hier wordt het 1-4. Goede aanval van Ajax, afgemaakt door Pellova. Ook zij een van de smaakmakers van dit seizoen. Lekkere hakbal. Trouwens ook daarvan Leuchter. Eén momentje nog in de tweede helft. Als ook de berichten doorkomen dat Twente gaat winnen. Dat zou dus betekenen dat Ajax volgende week met 10-0 moet winnen van Twente. Om alsnog kampioen te worden.